En dan nu? Hallo kijkers, als ik ooit nog eens de politiek inga en niets is onmogelijk, wordt waarschijnlijk een van mijn leuzen: ik help al mijn vriendjes aan werk. Aanstaande woensdag hebben we voor de derde keer in 6 jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op wie zal ik nu mijn stemmen gaan uitbrengen? Even kijken, hier hebben we de Schaar. De VVD, die heeft er een potje van gemaakt de afgelopen keer en maakt de rijken alleen maar rijker en de armen armer. Hup, weg mee. De Partij van de Arbeid, die kan beter de Partij van het Opportunisme heten. Knip eraf. De PVV is de meest ondemocratische partij die er is en kan ook weg. Het CDA heeft zich wel in heel vreemde bochten gewrongen om aan de macht te blijven en wil er ook nog een kerncentrale bij bouwen. In de prullenbak. De Socialistische Partij, leuk clubje, houden we even in beraad. D66 dan? Nee, niet echt. Dat is de partij voor mensen die wel willen stemmen, maar niet kunnen kiezen. Doei, GroenLinks. Stond ik ooit vol achter, maar sinds Koenders weet ik het even niet meer. Twijfelstapeltje. De ChristenUnie, als die niet zo met God liepen te zwaaien, was er nog niet eens zo'n gek alternatief. Maar helaas, de SGP, die valt toch wel onder het religieus fundamentalisme. Weg. De Partij voor de Dieren. Sorry, leuk programma, maar alleen die naam al. De Piratenpartij is ronduit voorstander van kernenergie. Dat is niet meer van deze tijd. De Partij voor Mens en Spirit dan maar. Daar ga ik maar eens eventjes diep over nadenken. Nederland Lokaal? Die doen met de verkeerde verkiezingen mee. De Libertarische Partij. Die willen zowat heel Nederland privatiseren. Nou, mooi niet. De DPK, dat is een voortzetting van Rita's ubernationalistische clubje. De 50PLUS, dat is een one-issue partij. Ik ben wel al 52, maar dit doe ik niet hoor. De Liberaal-Democratische Partij staat rechts van GroenLinks, maar is me toch te veel op de economie van de winst gericht. De Anti-Europa-partij heeft een lijsttrekker in Moskou. Creepy. Hebben we nog de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. Mijn eerste indruk na het lezen van het programma was niet eens zo slecht. Die houden we er even in als goede nieuwkomer. En net als de Partij van de Toekomst, die hebben ook nog een interessante visie voor een betere samenleving. Eens kijken wie het gaat worden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Zo, en nu nog even stemkaart en legitimatiebewijs opzoeken.